ben buschauffeur vanaf 1974, dus dat is 36 jaar. Begonnen bij de RET in Rotterdam. En in 1980 overgestapt naar het streekvervoer. Ik blijf een bus ook een bijzonder voertuig vinden. Ik ben begonnen op bussen zonder stuurbekracht erin. Dan moest je gaan staan als je dat ding de bocht om wou krijgen. Goedemiddag. In de stad tegen Rotterdam gaan we 850 haltes moderniseren. Nou, hier zie je dus feitelijk één van de 850 displays die in de stadsregio worden bijgeplaatst. Buiten diegene die we al hebben. En hierop kunnen de passagiers straks zien hoe lang het duurt voordat de bus vertrekt. We zijn in 2001 begonnen met dynamische reisinformatie, toen nog bij Tramlijn 20 in Rotterdam. Nou, dat was al direct een groot succes. Voorheen hing er aan de haltepaal een klein kastje. En daar hing dan een papiertje in. En als dat niet op tijd was vervangen, dan deugde de dienstregeling niet. En als het flink slecht weer was, dan was het ruitje aan de binnenkant bevroren. Dus kon de tekst niet gelezen worden. En zo kan je er nog een paar verzinnen. Dat heb je met dat nieuwe systeem niet. Het is een elektronisch systeem. Ook in de vorm van een lichtkrantje. En het is duidelijk te lezen. Ik vind het wel handig, gewoon om het feit dat je weet wanneer de bus komt, hoe lang het nog duurt en of die al geweest is. Zodat je weet hoe lang je nog moet wachten voordat hij weer komt. Als ik zie dat die nog 10 minuten duurt, loop ik even het dorp in en dan ga ik nog wat halen. Dat is wel makkelijk. Het is wel handiger voor de meeste reizigers, juist omdat het ook het opzoeken van de tijden op de borden nogal onoverzichtelijk is, bijvoorbeeld met veranderde situaties. Stel je voor dat er een aanrijding gebeurd is, ja, dan komt het voertuig uiteraard niet. Nou, nu sta je wortel te schieten bij zo'n halte en nu kan je zien op het display wat aan de hand is. En ik heb voor mijn neus als chauffeur heb ik een klein scherm. En op dat scherm kan ik zien of ik op tijd rijd. Te laat, dan kan je proberen om dat in te halen. Ben je te vroeg, ja, dan moet het voet van het gaspedaal, hè? Dan moet het wat rustiger. Dit systeem wordt voor de hele stadsregio, voor de voertuigen van Connection, voor Arriva, voor Veolia, RET, Qbus, allemaal komen ze dus netjes gedisplayed. De reiziger kan rustiger onderweg zijn. April 2011 moeten de 858 displays geplaatst zijn. De techniek staat nooit stil. Nooit. Dat is ook maar goed. We blijven van het werk met z'n allen. Nou, ik ga over 2 jaar met pensioen als het goed is. En dan zal ik zeker regelmatig gebruik maken van het openbaar vervoer. En dan zijn de voorzieningen die nu getroffen worden, daar zal ik dan ook mijn profijt van hebben.